gewoon opschrijven. Die wordt gekookt, hè? Dames en heren. En niet voor onszelf, maar voor eten. Ei en kip en komkommer. Veggie. Daar gaan we, hoor. Met nog 5 minuten op de klok, dus ik moet een beetje haasten. Spekjes gebakken. Die laat ik nu even uitlekken. Zo. Uitje aan het aanfruiten. Even een klein lepeltje erdoor halen. Dat doe ik dan in dezelfde pan als waar de spekjes in hebben gezeten, zodat de smaak van de olie die uit de spekjes druipt, het vet, er ook lekker in het uitje komt. Mmm. Wat zit jij daar te lachen? Ja, klinkt goed. Ja, hè? Dat is gewoon over nagedacht, hè? Tussen kook daar de pennen. En wat maken we dan, zou je denken? Nou, natuurlijk pasta boursin. Nog even een tomaatje snijden. De pijnboompitjes die zijn al geroosterd. Ik weet niet of ik te verstaan ben door al die herrie van de pannen. Daar komen de boodschappen ook aan. Kijk, daar zul je ze hebben. Ja. En gelukkig ben ik druk aan het koken, dus moet jij de boodschap aannemen. Ja. Ondertussen heb ik net even de boodschap aangenomen. En dit. En omdat we nu gaan eten, ga ik het zo meteen even opruimen. Hoop, even terug. Zet een paar aan de bodem. Zo. Klaar? Hé? Klaar? Bijna. Bijna? Je ziet dat... Nu de boerisem nog even. Dat zeg je altijd, hè? De boerisem. Hartstikke druk ben. Lekker zwaar pannetje. Hoi. Zo. En dan nog een beetje. Oh, beer, help! Wees nog even. Wacht. Heb je, oh, zo zwaar of wat was ze? Nee, hey. Oh. En hier hebben we wat liefstloof van gesneden. Gaat er ook nog in. Ah, gewoon en Jorrit heeft hier wat tomaat gesneden. Gaat het? Ja. Yeah. Een paar pijnboompitjes. En dan is het nu bijna klaar. Pas op, je staat in de pasta. Ik sta niet in de pasta. Alleen hier. Ja. Oh, net schoongemaakt. Echt? Ja, nee. Echt wel. Ik heb net een doekje overheen gehaald. Ah, ik kan dat echt niet. Gewoon zonder te knoeien koken. Want moet je even een grote pan met hoge... Ja, nou dan nog. Ja, waarom doe je het ook niet gewoon hierin mee? Omdat deze pan, daar zaten al de eitjes en zo. Oh, ik dacht, je had er nog een gegooid, dacht ik. Oh. Wat ga je doen? Oké, ik ga weer een nieuw hapje proberen. Banaan met mango. Hebben we net eventjes gemaakt, hè? Ja. Voor het eerst met een beetje een stukje. Het moet leren kauwen, hè? Even met een staartje op de hoofd. Wat vind je van de banaan? Dat is mama aan het doen. Mama die is aan de werk. Mama. Hallo, hallo. Let niet op mijn natte haren, ik heb het gerust. Ik ben net eten aan het maken, nou ja. Aan het maken. Ik kook pasta en ik heb een portie bolognese saus uit de diepvries gehaald en die maak ik nu warm. En dan gaan we die zo lekker eten, een beetje kaas erbij en dan kunnen we even lekker smullen. We hebben de hele dag best veel dingen gedaan. Een paar recepten voor de set. We worden website gemaakt. Evie natuurlijk verzorgd en vermaakt. En verder gewoon andere dingetjes voor de site gedaan. Dus het is wel fijn dat nu dan dit even lekker snel op tafel staat. Ik ga een opschrijven. Hallo, hallo. Ik weet niet waarom ik dit doe, maar Jorrit is in thuis. Ik had nog helemaal niet laten zien dat ik aan het koken was. Maar ik heb wraps gemaakt uit de oven. Ja, er staat al een recept online wat heel erg op lijkt. Het heet ook Wraps uit de oven. Ja, lekker toepasselijk, lekker origineel ook, hè. Maar we gaan nu even opscheppen en dan gaan we lekker eten. Psst. Ik zet er de baby op zoeken. Je wist niet dat ik de camera in de aanslag had, of wel? Babyhapjes, want je wordt gekookt, hè, dames en heren. En niet voor onszelf, maar voor eten. Ik zie hier allerlei wortels. Courgette. Wat heb je er al uitgehaald? Is dit wortel ook? Of is dit zoete aardappel? Ik denk dat het
Dat is de vraag. Het ruikt naar wortel. Want dit is aardappel wat er nu in zit. Oh ja, we gaan ook misschien met een voorzichtige broodkorstje hier en daar beginnen. Ja, dat mag ook wel eens. Oh ja? Ja. Nou, we waren even bij het consultatiebureau vandaag. Mm-hmm. Het is wel lekker gegroeid, hè? Het is gewoon prima gegroeid. Ja. 7,4 is er nu, kilo. Ja. Mag op zich wel meer. Mm-hmm. Maar het is niet te weinig. Maar ze moet wat meer eten. Ze mag wel wat meer en nu gaan eten, ja. Dus het fruit, dat gaat op zich wel goed. Maar ja. Kan nog wat appel maken. Appel maar. Ja. Maar we moeten ook veel variëren. Die beesten. Minder spannend misschien dan. Ja, daar gaan we. Ja, lekker gekookt. Ja, lekker gekookt. Deze keer was er altijd verteld dat het vorige keer niet helemaal. Het was er iets misgegaan en daarna kwam iemand meteen weer echt binnen. Oh, toen ontbraken er een paar, ja. En we hadden gebeld en binnen 4 minuten stonden ze hier voor de deur alweer. Dat was zo goed. Ja, dus en ze waren heel erg lekker, dus we moeten nog een keer bestellen. Ja. Het voelt toch een beetje als uit eten zo, hè? Ja, terwijl we gewoon thuis zijn. Ja. Ja. Nou, dus gaan we even lekker sushi eten. We hebben hier sushi met avocado, ei en kip. En komkommer. Veggie. Ja, komkommer. Kip. Lekker voor kip. Lekker. Hey, hallo. Hey, hallo. Ben jij er ook? Ik ben er ook. Het is vrijdag. Was ik nog niet in beeld geweest? Ik weet het niet. Hebben we vandaag al gefilmd? Ook niet, denk ik. Nee, vandaag heb ik 5 recepten voor het kookboek gemaakt. Jorrit heeft even voor Evie gezorgd. Evie heeft voor Jorrit gezorgd. Ja, we waren even naar Laren. Even een paar dingetjes kopen, wat ik slappertjes voor Evie en zo. Ja. En nog wat boodschappen doen. Ja, morgen krijgen we eters. Ja, dan gaan we een soort Mexicaans dinertje maken. Dus dat is wel lekker. Dat hoop ik. Ja, hebben we wel eens vaak gemaakt. Jorrit maakt een lekker broodje met ei en avocado. En ik heb zelfgemaakte falafel. Wil je nog proeven? Ja, ik wil wel een beetje proeven, zeker. Dat kan niet. Kijk, niet meer. Oké, we gaan nu lekker eten. En we gaan Nieuwe Buren kijken op Videoland. Dat is een serie. Erg leuk en spannend. Hè? Ik weet niet, is dit het derde seizoen? Dit is het derde seizoen. Volgens mij vond ik het tweede seizoen niet zo leuk. Nee, volgens mij was het eerste seizoen het beste. Nou, deze is ook wel leuk. Maar deze is ook wel leuk. Dus als je het nog niet gezien hebt, vooral even kijken. Ja, daar zijn we weer. Zondagavond. Ja, volgens mij ging het weer slecht met de vlogs. En we hadden gisteren... De laatste weken ging het best wel aardig, hè? Maar deze week ging even weer wat minder. Ja, maar denk ik. Ik weet het even niet meer. Dat kan ook om het eigenlijk doen. Gisteren hadden we visite tijdens het eten. Dus ja, dan gaan we niet zitten vloggen. Nee. Sowieso niet. Soms filmen we dan nog even wat er op tafel staat. Maar weer ook niet. En nu staat dit op tafel, pasta pesto. En nog van gisteren nog een lekker burritootje met guacamole. En verder, misschien moeten we de vlog maar weer afzetten. Oh ja, had je al nog verteld wat er tijdens de verschoning een keer was gebeurd? Nee, dat was de laatste keer. Ik ging even schoonzaadpoepleien. En toen was ik aan het verschonen. En toen ging dat voetje zo flatsen in de poep. Tegenwoordig is het meer een gevecht tijdens het verschonen dan dat je er gewoon, dat ze rustig blijven liggen. Ja. Oh ja, ik ben ondertussen dingen aan het doen, dus daarom te wat zou ik nou nog meer zeggen? Oh, je had daar ook wel laatst zien, toch? Of had ik dat niet gefilmd? Dat ze nu wel flink aan het rollen is. Oh, dat was moeilijk. Het lukte niet om op film te krijgen. Dat lukt het steeds niet, hè? Dan zit ze naar de camera te kijken en dan denkt ze sowieso rollen. Dus je wil het niet zien, ja. En vandaag is het ijskoud en we hebben nog even je open oma. Ja. Echt. En nu zijn we even lekker nog te ver aan het kijken en gaan we nu even eten. Ja. Smakelijk weer. Dus dat was de weekvlog weer van deze week. Ja. Dat was de weekvlog weer van deze week. Hopelijk vonden jullie hem weer leuk. Ja, tot de volgende keer maar weer, hè. Doei. Groetjes. 5 uur en ik ben aan het koken. Ik had niet zo van huis. En we mogen gewoon mijn boodschappen. Dus ik dacht, ik ga even iets maken met wat restjes die ik nog heb liggen. Ik had nog een prei, een stukje paprika. En ik zag in de diepvries wat vegetarische kipstukjes liggen. Dus ik ga nu een hartige taart daarmee maken. En hier heb ik alles al gebakken. En dat heb ik met een beetje een Mexicaanse kruidenmix gedaan. En met een uitje. En dan ga ik nu even een vorm bekleden met blaadeeg. Dit erin doen.